leden van de Staten-Generaal. Nederland kan zelfbewust en met vertrouwen inspelen op de hoge eisen die momenteel aan ons worden gesteld. Inspelen, dat is geen taal voor een vorstin. Inspelen zegt men niet. Men gaat in op of men schenkt aandacht aan. Inspelen verboden. Ik hoor de koningin de troonrede graag voorlezen, omdat het zo totaal uit de tijd is. Langzaam en gedragen rollen de zinnen de ridderzaal in. Zij past zich ook een beetje aan. Ze kijkt majestueus even op, houdt een kunstpauze en gaat dan door met de volzinnen die langzaam doordringen in de hoofden van haar leden van de parlementaire democratie. Het is alleen jammer dat ze zo'n dom pakje A4'tjes in de handen heeft. Nog zonder mooi plastic omslagje zoals je het bij het eerste het beste reclamebureau tegenkomt. Ze brengt de volgende bladzijde in de omslaappositie. Ze wijsvingert verder al, leest door. Ik denk dan, twittert de zaak dan meteen de wereld in. Het aloude rol perkament, dat is toch des voorstins. De troonrede, mooi gekalligrafeerd met sierlijke letters. Als je hem uitrolt, nodigt het uit tot wijdse armgebaren. De vorstin leest. Leden van de Staten-Generaal. Nederland zal zelfbewust en met vertrouwen inspelen op de toekomst van ons land. Maar ook wij zullen in deze kredietarme tijden de broekriem aan moeten halen. Enzovoort. Klinkt al beter. Hoera. Hoera. Hoera.